proficiat met die finaleplaats voor Mr. G Vlaanderen 2015. Ik ga u even heel kort enkele vragen stellen. Bent u gelovig? Gelovig is een groot woord, maar ik heb al heel mijn leven eigenlijk op school godsdienst gevolgd. Gewoon voor de simpele reden van, ik hou van die godsdienstige verhalen eigenlijk. Want, ik hou van vrouwen met een diepere boodschap. Dus dat is me altijd bijgebleven. Maar ja, zoals bijvoorbeeld met het verkiezen van de paus, heb ik altijd zo gehoord van, ja, nu moet er een paus komen dat voor de homo's een beetje in is. Want nu, degene die er nu is, die is toch al een beetje subtiel aan het aanpakken voor ons. Dus daar ben ik ook al blij mee. En wat is het mooiste moment in je leven tot nu toe? Het mooiste moment was toen ik met een casting van een theaterstuk de hoofdrol kreeg. Daar was ik heel blij mee, ja. En wat voor toneelstuk was dat? Een toneelstuk noemde eigenlijk Alvador. Dat ging eigenlijk een beetje zoals een Romeo en Julia, verboden liefde en zo, maar het was twee keer verboden liefde. En ik was eigenlijk degene die de familiefeest dan moest doen stoppen. Dat is ja, heel drama. En welk voorwerp zou je nooit weggooien? Het voorwerp is de ketting van mijn vriendje eigenlijk. Ik heb twee keer hetzelfde ketting laten maken en het ingraveren. En als ik dat elke dag bij me heb, dan weet ik van, ik hou echt van hem. En als ik het zou verliezen, ik zou flippen, denk ik. Wat kiest u, zon of sneeuw? Het is nu al even lang geleden, dus een goede sneeuw zou beter zijn. De zon heb je al genoeg gehad. En houdt u van uitgaan of blijft u liever thuis knus voor de zetel? Ja, in de zetel televisie kijken. Ik heb al veel te vaak eigenlijk knus voor de zetel gezeten. Af en toe is uitgaan ook wel leuk, maar dan moet je wel de juiste vrienden voor hebben natuurlijk. Oké, bedankt voor dit interview. Dank je wel.